Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl. Wij zijn al 2 weken samen bezig om te kijken naar een kritieke eigenschap van ons christen zijn. En dat is: blijf in hem. Dit is ongelooflijk belangrijk. Want op het moment dat wij dit niet doen, dan lopen we er tegenaan dat, zoals we in Johannes 15 hebben gezien, dat we geen vrucht dragen. Dat we dingen vanuit onze eigen kracht gaan doen. Dat we dingen niet doen vanuit wat God ons geeft, maar vanuit hoe goed wij zijn. Of hoe goed wij denken te zijn. We lopen er dan tegenaan dat dingen afhangen van wat ik kan. In de plaats van wat hij kan. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat wij christenen leren om in Christus te blijven. De beeldspraak in Johannes 15 was die van wijnstok en ranken. En een rank, de druiventros waar de vruchten aan groeien, die kan alleen groeien als die in de wijnstok blijft. Vorige keer hebben we gezien dat we alleen in hem kunnen blijven door zijn liefde. En we hebben toen in 1 Korinthe gezien dat daar allerlei prachtige zegeningen bij komen kijken. Maar dat we die ontvangen in hem. En niet vanuit onszelf. Maar dit onderwerp gaat nog veel verder. Dus ik wil vandaag en volgende week nog met jullie hier naar kijken. Naar blijf in hem. Ik wil vandaag met jullie kijken naar blijf in hem met alles dat je hebt. Volgende week wil ik samen met jullie kijken naar blijf in hem met alles dat je bent. Want zeker ook voor onze identiteit kunnen wij heel makkelijk gaan zoeken in andere bronnen dan Jezus Christus. Daar wil ik volgende week naar gaan kijken, maar vandaag blijf in hem met alles dat je hebt. Efeze 2 vers 10 zegt het volgende: want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Deze tekst wil ik samen met jullie gaan uitdiepen. En ik wil dus echt gaan kijken naar blijf in hem met alles dat je hebt. Laten we samen bidden en daarna het woord induiken. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat we in u mogen blijven. We danken u voor de genade dat dat mogelijk is en dat dat zo'n zegen is. We danken u voor het feit dat u goed bent. En dat u van ons houdt en dat we op basis daarvan mogen leven. Dus Heere, laat ons zien of wij in u blijven met alles dat we hebben. Laat ons zien of wij echt zo leven als dat u voor ons hebt. Of dat wij toch ergens een verkeerde afslag genomen hebben. Of dat wij toch ergens iets voor onszelf houden. Heere, spreek tot onze harten alstublieft. Raak ons aan, zodat wij hier veranderd weggaan. Laat er niks van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. En Heere, we vragen dat uit genade in Jezus' naam. Amen. Het stuk uit Efeze waar we naar kijken is een heel bekend stuk. Efeze 2 vers 8 en 9 zijn bekende versen. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Wat we hier zien is redding uit genade door geloof. We zien dat het niks te maken heeft met eigen werken. En we zien dat we mogen leren leven op basis van genade. En genade is datgene dat je wel krijgt, dat je niet verdient. En dat kunnen we zeggen over onze redding. Dat kunnen we zeggen over alles dat God ons geeft. Dat het allemaal genade is, niet wat wij verdienen. Maar we mogen verder leren kijken. En daarmee niet zeggen dat redding soort van een startpunt is dat je op een gegeven moment achter je laat. Maar we mogen zien dat God ons niet alleen gered heeft en daarna zegt: top, ik ben klaar met jou. Nee, God heeft ons geschapen, vers 10,
in Christus Jezus om goede werken te doen. We zijn dus gered met een bepaald doel. Onze redding gaat verder dan alleen de eeuwigheid in de hemel doorbrengen. Wat op zich al voldoende zou zijn qua doel, omdat dat al zo fantastisch is. Maar het doel van Gods reddende genade is onder andere dat wij goede werken zouden gaan doen. Maar denk daar even over na. God redt ons uit genade, zodat wij daarnaar werken kunnen gaan doen. Betekent dat dan dat wij dan genade achter moeten laten en opeens die werken zelf moeten gaan doen? Of mogen wij die werken uit genade doen? Ik denk dat het de wind is die jullie horen die tegen de microfoon aankomt. We mogen leren werken, die goede werken leren doen, op basis van de genade die we ontvangen. God heeft die werken klaargezet. En die werken die zullen matchen met genade. Maar de manier waarop wij die werken doen, dat hoort ook te matchen met genade. Paulus zegt in vers 10, wij zijn zijn maaksel. In het Grieks is daar het woord poema. Wat betekent dat wij Gods kunst of Gods poëzie zijn. En wij zijn geschapen in Christus Jezus. Dus daar horen wij te blijven. Opnieuw, elke keer, hoe meer ik dit bestudeer, hoe meer ik zie in het woord dat Paulus en het hele woord ons oproepen om in Christus te blijven. Om in hem te zijn, om te zien wat we in hem hebben, wat we in hem ontvangen hebben. Zodat wij zullen zien dat we in hem horen te blijven met alles dat we hebben. En deze plek, als je het zo kan noemen, het is niet een geografische locatie op de wereldbol, in Christus Jezus, dat is waar wij voor gemaakt zijn. Maar wat wel heel mooi is, iedereen is ergens geboren. Een van onze dochters is geboren in het Spaarne gasthuis in Hoofddorp. En elke keer wanneer we daar in de buurt komen, dan zegt zij, hey, daar ben ik geboren. Dus iedereen heeft een bepaalde fysieke locatie waar je geboren bent. De wedergeboorte heeft ook een locatie. Locatie. In Christus Jezus. Dat is waar wij geschapen zijn. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus. Waarom zouden wij ergens anders willen zijn? Waarom zouden wij met alles dat we hebben ergens anders heen gaan dan Christus? Waarom zouden we zeggen als we zijn liefde en zijn genade zien, ja, ik pak mijn boeltje en ik ga ergens anders zijn. Uw liefde mag dan wel perfect zijn. Uw genade mag zo groot zijn, maar ik weet een betere plek. Eentje die ik voor elkaar krijg. Zo doen wij zo vaak richting God. Wanneer wij niet in hem blijven, maar dingen uit eigen kracht gaan doen. Wanneer wij niet belangrijk vinden wat hij belangrijk vindt, maar wat wij belangrijk vinden. We verliezen dan uit het oog dat wij in hem horen te blijven. Dat wij in Christus Jezus geschapen zijn. Paulus schrijft in Galaten 2, vers 19 en 20. Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wij mogen nu voor Christus leven, nu wij gered zijn. Hij leeft in ons. Niet langer ik leef, maar hij leeft in mij. En dat zou moeten betekenen dat zijn belang en zijn wil en zijn visie nu de belangrijkste gaan worden in mijn leven. Dat niet wat ik wil belangrijk is, maar dat ik mijn wil ondergeschikt mag maken aan degene die in mij leeft. We mogen gaan leren leven naar alles wat hij voor ons heeft. We mogen leren leven naar de goede werken die hij voor ons bereid heeft. In de plaats van naar de dingen die wij zelf willen bereiken, zelf kunnen bereiken, zelf kunnen doen. En dat betekent dat wij mogen leren om 100% voor God te leven met alles dat we hebben.
Het is niet een beetje van magie en een beetje van jezelf, dus 99%. Of 75%. Kijk mij eens driekwart van alles aan u te geven, Heer. God wil er naartoe dat het de volle 100% is. En wij mogen dan leren om volledig overgegeven aan hem keuzes te maken die matchen met zijn genade. Keuzes die matchen met de goede werken die hij voor ons bereid heeft. Maar om die keuzes te maken, moet je je bedenken hoe jij je tijd, hoe jij je dag besteedt. Want een dag bestaat bijvoorbeeld uit uren, minuten en seconden. Een dag bestaat uit tijd. En je kan ervoor kiezen om die tijd op een bepaalde manier in te zetten. Voor God of niet. Je kan er zelfs voor kiezen om die tijd tegen God in te zetten. Als je gaat zondigen. Maar tijd is wat je op een dag hebt. Op een dag heb je ook geld om uit te geven. Misschien niet zoveel als dat je soms wil, maar je hebt geld. Geef jij dat geld uit naar Gods wil of naar je eigen wil? En elke dag heb jij energie, ook misschien niet zoveel als dat je zou willen. Of in het geval van sommige kinderen te veel. Nee hoor. Maar energie moet je ook gebruiken. Soms word je wakker en denk je, ik heb echt geen energie voor vandaag. Ook op die dagen mag je leren om te vragen, Heer, waar wilt u dat ik mijzelf voor inzet vandaag? Wat is uw wil van mijn besteding, van mijn tijd, van mijn geld en van mijn energie? Want als je gaat doorprikken bij waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt, dan zie je wat jij echt belangrijk vindt. Ga er maar eens over nadenken. Schrijf het eens op. Waar jij je tijd, je geld en je energie aan besteedt. Want dat laat zien waar jij alles wat je hebt aan besteedt. Dat laat zien wat jij belangrijk vindt. En dan kan je biddend gaan vragen, Heer, matcht dat met de goede werken die u van tevoren bereid hebt? Of is het iets anders? En ik wil vanochtend dus samen met jullie naar deze drie dingen gaan kijken. Naar tijd, naar geld en naar energie. Hoe we dat mogen besteden vanuit het principe blijf in hem. In de plaats van dat we dat vanuit onze eigen kracht doen. Als we beginnen met onze tijd, dan staat er in Efeze 5, vers 15 en 16. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. In het Engels staat het daar prachtig. In de New King James staat daar walk circumspectly. Het is echt zo'n woord dat niemand ooit meer gebruikt. Maar het is zo'n mooi woord. Want als je gaat inzoomen wat in het Nederlands als nauwgezet vertaald wordt, dan heeft het het idee van nauwkeurig. Heel precies. Let er dan op dat je precies wandelt en buit de geschikte tijd uit. Dit betekent niet dat je elke stap uitgedacht moet hebben en alles uitgestippeld moet hebben, want anders kan het niet. Zo dacht ik heel lang. Heer, tenzij u mij een 10-jaren-plan geeft met daarin elke stap uitgedacht, ga ik niks doen. Ja. En toen zei God, ik heb het plan, maar jij mag de stappen zetten. Dus ja, zo werkt het niet. Ik mag leren om de geschikte tijd die ik van God gekregen heb uit te buiten. En wat mooi is, is dat er in het Grieks twee woorden zijn voor tijd. Je hebt het woord chronos, waar wij chronologisch vandaan halen. Dus dat iets gewoon volgordelijk loopt. Dus van de ene minuut naar de volgende minuut naar de volgende minuut. Maar je hebt ook het woord kairos. En dat is het woord dat Paulus gebruikt in Efeze 5, vers 16. Kairos duidt op een hele specifieke tijd. Een aangewezen tijd. Iemand wijst die tijd aan. Dat is het idee. En Paulus zegt dus, let er dan op dat je nauwkeurig wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de specifieke aangewezen tijd uit. Gebruik hem goed, omdat de dagen vol kwaad zijn.
Paulus zegt dus, je hebt een specifieke, afgemeten set aan tijd van God gekregen. Gebruik die alsjeblieft. Paulus roept ons op om onze tijd goed te besteden. En toen vonden ze bij Instagram infinite scrolling uit. Dat is dat je door kan scrollen in je YouTube en in je Instagram en op je Facebook en op welke andere applicatie je ook kan bedenken. En altijd komt er iets nieuws. En dan ben je zo opeens een half uur verder. Of met een beetje pech een uur verder. Toen vonden ze YouTube uit met video's. Toen vonden ze Netflix uit en allerlei andere varianten daarop. Vul maar in waar je je tijd aan kan besteden. En op zichzelf is een Instagram, een Facebook, een Netflix, een YouTube is niet verkeerd. Maar de vraag is, Heer, is dat het goede werk waar ik mijn tijd aan mag besteden? Als wij in Hem willen blijven met alles dat we hebben, dan moeten we vragen, Heer, hoe mag ik mijn tijd goddelijk besteden? En wat een heel belangrijk besef voor ons allemaal is, is dat we het eigenlijk niet langer over mijn tijd kunnen hebben. Waar ik mijn tijd aan ga besteden. Wij krijgen tijd van God. En die mogen we besteden. Die tijd mogen we inzetten voor Hem. Dus christen, besteed jij de tijd die je van God krijgt aan wat alleen maar jij leuk vindt en fijn vindt? Of besteed jij de tijd die je van God gekregen hebt aan wat Hij van je vraagt? Kolossenzen 3, vers 23 en 24. Alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Met onze tijd, dienen wij de Heere Christus. Of zouden wij dat moeten doen? Om dat te kunnen doen, moeten wij in Hem blijven. Want alleen Hij kan ons leiden om onze tijd nuttig te besteden. Er zijn zoveel dingen die ons afleiden. Zoveel dingen die wij belangrijk kunnen vinden. Soms hele nuttige, hele goede dingen. Maar de vraag is wat het juiste is om te doen. Want er zijn 100.000 goede dingen die je kan doen met je tijd. Maar we mogen aan God vragen, Heer, wat zijn die goede werken waar ik mijn tijd, of de tijd die U mij gegeven hebt, aan mag besteden? Wij mogen een nuttige besteding zoeken, biddend van de tijd die God ons geeft. En we mogen daarnaar leren zoeken in Gods woord en in gebed. Want iedereen heeft van God een algemene wil gekregen. Die staat gewoon letterlijk opgeschreven in zijn woord, de Bijbel. Iedere christen hoort bijvoorbeeld discipelen te maken. Matteüs 28, 19 leert ons dat wij discipelen horen te maken van alle volken. Er staat daar niet voorgangers, oudsten, superheiligen, andere speciale type christenen moeten discipelen maken. Want er zijn geen superheiligen, er zijn geen superchristenen. En oudsten, discipelen of oudsten, diakenen en anderen hebben een specifieke roeping daarin gekregen. Maar iedereen hoort discipelen te maken. Mensen over Jezus te vertellen, zodat ze tot geloof komen. Mensen te helpen om verder te groeien in hun christen zijn. Maar daar moet je tijd voor maken. Maar dit is wat God ons opdraagt. Dus als jij hier je tijd aan kan besteden, dan kan je de conclusie trekken dat het iets goeds is. Natuurlijk moet je vragen met wie, want je kan ook niet dit de hele dag doen. Je moet ook ergens een keer naar de wc of slapen. Maar je moet echt vragen, Heer, wie mag ik discipelen? Aan wie mag ik de tijd die U mij geeft spenderen? Een ander algemeen iets is dat je heilig mag leven, zoals we in 1 Petrus 1, vers 15 en 16 lezen. Wees heilig, want ik ben heilig. Dat is de lat die Petrus daar citeert vanuit Leviticus. Dat betekent heilig zijn
naar zijn standaard. Dingen doen zoals hij ze doet op zijn manier. Wij horen dus als christenen onze tijd heilig te besteden. Alleen dat ziet er voor iedereen anders uit. Mijn vrouw en ik zijn gezegend met dat we Deo Volente binnenkort weer een kleintje krijgen. Voor mij wordt het dan op een gegeven moment een heilige besteding, echt een heilige besteding van mijn tijd, om spetterpoep op te ruimen. Het heeft dus een specifieke invulling, deze algemene opdracht. Want voor iemand anders kan het geen heilige besteding zijn om spetterpoep op te ruimen. Allemaal krijgen wij van God een set aan tijd, een afgemeten hoeveelheid tijd. En we mogen aan Hem vragen wat Hij wil dat we doen. Niet wat wij zelf fijn vinden, maar wat God wil dat wij doen. En je zal verrast zijn hoe dat soms kan verschillen van wat jij zelf denkt dat je zou moeten doen. Zoals ik elke keer wanneer ik voor mag gaan noem, hebben we elkaar versen in het woord gekregen. Hoe we als christenen met elkaar horen om te gaan. We mogen ons als christenen dus ook vragen, Heer, hoe mag ik de gemeente dienen? Hoe mag ik dienen mijn broeders en zusters? Hoe mag ik hen dienen als onderdeel van de goede werken die u voor mij bereid hebt? En misschien doe je dat al en is dat een vraag waarbij God alleen maar bevestigt wat je aan het doen bent. En misschien heb jij een liefdevolle, doch dringende schop onder je geestelijke kont nodig om dit te gaan doen. Want dit is een algemene opdracht van God aan ons allemaal, waar Hij een specifieke invulling voor ons heeft in hoe we dat mogen uitvoeren. Dus christen, waar besteed jij de tijd aan die je van God hebt gekregen? Bepaalt God waar jij die tijd aan besteedt of bepaal jij dat zelf? Bepaalt God of bepaalt het infinite scrollen op je sociale media? Bepaalt het vlees, de wereld en de vijand of bepaalt God waar wij die tijd aan besteden? Christen, blijf in Hem met alles dat je hebt, dus ook met je tijd, zodat je die zal besteden zoals Hij dat wil. Tweede punt om naar te kijken is het geld. En ook hier denken wij heel snel aan ons geld. Alsof het echt van ons is. In de plaats van dat God het allemaal aan ons gegeven heeft en dat wij trouw mogen zijn met het cadeau dat Hij ons geeft. Hebreeën 13:5, laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. God zorgt voor ons en Hij geeft ons wat we nodig hebben. En Hij geeft ons dus ook, ondanks dat het niet altijd zo voelt, geeft Hij ons het geld dat we nodig hebben. En dat kan makkelijk voelen voor iemand die nu geldtekort heeft, dat ik dat hier zeg. Maar wij mogen leren om te vertrouwen op God. Wij mogen ook leren om tevreden te zijn met wat Hij ons geeft. Ik heb dit al vaker gezegd, maar in de vorige eeuw of in de eeuw daarvoor had J.D. Rockefeller, de rijkste man die op dat moment leefde, de vraag gekregen, hoeveel is genoeg? En het antwoord, even legendarisch als pijnlijk, is nog een klein beetje meer. Deze man was niet tevreden en hij had alles al. Letterlijk, hij kon alles kopen wat deze wereld te bieden had. En hij zei nog een klein beetje meer. We mogen leren om tevreden te zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Wij mogen dus ook Gods leiding zoeken in hoe we naar geld mogen kijken. Want laten we heel eerlijk zijn, geld is echt noodzakelijk in deze maatschappij. Het wordt erg lastig om een brood te kopen. Het wordt erg lastig om je rekeningen te betalen. Als je zegt, ja, maar ik vertrouw op de Heer, maar geld heb ik niet nodig. We mogen dus leren kijken naar geld op Gods manier. En ook daar goede werken mee doen. Als we in Hem willen blijven met alles dat we hebben, dan hoort geld daar ook bij.
En laten we eerlijk zijn, geld is een hele goede dienstknecht. Want je kan geld inzetten voor hele nuttige dingen. Voor dingen die goed zijn, die fijn zijn, die nodig zijn. Maar geld is een hele slechte en een hele wrede meester. Als jij overheerst wordt door geld, als de zoektocht naar geld voor jou het belangrijkste is op deze aarde, dan is dat echt niet zoals God wil dat je leeft. Want het is nooit genoeg. En om dat kleine beetje meer te krijgen, word je misschien wel aangezet tot allerlei slechte dingen accepteren. Of slechte dingen zelf doen. 1 Timotheus 16. Geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door ernaar te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Dit is echt iets heftigs. Paulus zegt het niet voor niets. Jouw verlangens bepalen jouw besteding van geld. En als jouw verlangens zijn naar Gods wil en naar Gods genade, dan kan jij geld inzetten voor goede werken die God van tevoren bereid heeft. Echt waar, geld is een hele nuttige dienstknecht. Maar als jij op zoek bent naar meer geld, als een statusobject, als jij op zoek bent naar meer spullen om te kopen met je geld, dan zal je zien hoe leeg het is. En dan zal je zien dat het niet tot goede werken leidt, maar tot werken die vol van dood zijn. Christen, wat doe jij met het geld dat God je gegeven heeft? Blijf jij in hem met dat geld of is het voor jou? En doe jij ermee wat jij wil? Jezus zei in Matteüs 6, 24, niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En de mammon is beeldspraak voor geld. Je kan niet in hem blijven en een liefde voor geld hebben die niet naar Gods wil is. God gaat daarmee aan de slag. Je kan niet en God en geld dienen. Dus christen, hoe zie jij geld? Is geld jouw meester of is geld iets dat jij onderwerpt aan God? En waarbij je vraagt, Heer, hoe wilt u dat ik geld uitgeef? We mogen dat geld namelijk inzetten voor het maken van discipelen. We mogen dat geld inzetten om heilige keuzes mee te maken. We mogen dat geld inzetten om goed te doen aan mensen. En om dat op die manier te doen, mogen we ons beseffen dat alles door God gegeven is. Alle goede dingen. Dat staat in Jacobus 1, 17. Alle goede dingen zijn door God gegeven. En daarmee kan geld dus zeer nuttig zijn. Om eten en drinken te kopen, om je huis te betalen, rekeningen te betalen. We mogen goede rentmeesters zijn. Dus we mogen geld inzetten op Gods manier, maar alleen op Gods manier. Ik sta hier niet om te zeggen dat als je trouw bent met een beetje geld, dat God je dan meer geld gaat geven. Want dat is een valse, loze belofte. God gaat jou, u, mij het geld geven dat hij wil dat we hebben. Zodat we dat kunnen inzetten voor goede werken die hij van tevoren bereid heeft. Voor ons die geschapen zijn in Christus Jezus om goede werken te doen. Neem bijvoorbeeld die barbecue die we aan het organiseren zijn. Dat is iets goeds, maar het kost ook geld om het te doen. Daarom zoeken we naar de God-erende manier om dat te doen. Zo mogen we dat met alles doen. We mogen zien, Heer, u hebt het ons gegeven, we willen het inzetten voor u. En hoe ziet dat er dan uit? Een tweede iets dat we ons mogen beseffen over geld is dat we ook aan de Heere horen te geven. Ja, je moet je rekeningen betalen. Ja, het is belangrijk dat je brood op de plank hebt. En het liefst ook nog iets om op je brood te smeren. Maar we hebben ook gelezen, zoals we daar straks op het scherm zagen, 2 Korinthe 9 vers 7. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. We mogen dus geld geven onder andere aan de kerk.
En dit is geen pleidooi voor jullie nu om geld te geven of om extra te geven aan de kerk. Verre van. Dit is wat het woord ons zegt over geld. In 1 Timotheüs 5:18 staat er dat er een oudste die dient in het onderwijs zijn salaris waard is. Door te geven aan de kerk kan een salaris gegeven worden aan die oudste die in dienst is van de kerk. En mijn oproep voor jullie is dus om biddend te gaan worstelen met de Heere hoe je je geld aan hem mag geven. Hoe je in hem kan blijven ook met je geld. En geld is een soort hot topic ook binnen de kerk en dat hoeft helemaal niet omdat God er duidelijk over is. God is heel duidelijk dat hij niet voorziet in materiële voorspoed voor iedereen die maar gelooft en genoeg geloof heeft, tussen aanhalingstekens. God is wel heel duidelijk dat wij goede rentmeesters horen te zijn, goed horen te zorgen voor wat hij ons geeft. Dus laat hem bepalen hoe je het geld dat hij geeft uitgeeft. Blijf in hem, juist ook met je geld, juist ook met aan hem geven. Op onze site staat er een 4-delige serie die heet Moet ik tienden geven? Ik zou je echt aanraden, ieder van jullie, om die te luisteren. Omdat je daar een compleet overzicht krijgt van hoe Bijbels geven er vanuit het Oude en het Nieuwe Testament uitziet. Dus moet ik tienden geven? Als je dat intikt op onze website, dan kan je het vinden. Als je het niet kan vinden, stuur mij even een berichtje achteraf. Christen, wij moeten besluiten hoe wij geld zien. Is dat iets dat we van God hebben gekregen, dat we zien als iets om goede werken mee te doen? Of is geld iets wat ons hart regeert? Waar we naar verlangen, waarvan we meer willen hebben? Jezus zegt in Matteüs 6, 21 dat waar je schat is, dat daar ook je hart zal zijn. Dus laat geld niet jouw schat zijn. Laat Jezus Christus zelf die schat zijn, zodat bij hem je hart is. Blijf in hem, juist ook met het geld dat je van God krijgt. We hebben nu gekeken naar tijd en naar geld. De derde is energie. Waar besteden wij de energie aan die we van God krijgen? Waar besteden wij de kracht aan die we elke dag krijgen voor die dag? En als jij God namelijk echt wilt dienen, dan moet je hem ook jouw energie geven, de kracht voor de dag. En ook hier is het goed om in de gaten te houden wat er in Colossense 3, vers 23 en 24 staat. Alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. Dat geldt voor je tijd, dat geldt voor dat geldt ook voor geld, haha. Dat geldt ook voor energie. Alle drie besteden wij de Heere Christus dienend. Waar wij onze energie aan besteden, moet voor de Heere zijn. Moet gericht zijn op hem dienen. Te vaak spenderen wij onze energie op basis van wat we zelf willen. Of op basis van wat ons frustreert. Moet je nagaan hoeveel energie wij stoppen in onze frustraties. Als we die energie eens aan God zouden geven. En zouden vragen, Heer, ik wil in u blijven. Leid mij om met alles dat ik heb, mijn energie te besteden aan die goede werken. Hoe anders zouden onze dagen eruit zien? Hoe anders zouden wij leven? Als wij elke dag beginnen met vragen, Heer, hoe wilt u dat ik tijd, geld en energie vandaag besteed? Hoe wilt u dat ik het besteed in de plaats van wat ik denk dat nuttig, nodig en logisch is? De basis voor het gebruiken van de energie die je hebt, moet anders zijn dan voorheen, dan voordat je tot geloof kwam. Want de basis moet zijn, ik wil de Heere Christus dienen. Ik wil het voor de Heere doen. Dat moet leidend worden in jouw hart en in jouw denken. Want Gods goede werken kosten nou eenmaal energie. Jezus lag
uitgeput te slapen in een boot die dwars door een storm heen ging. En je kan veel over Jezus zeggen, maar niet dat hij niet wandelde in de goede werken die God voor hem had. Jezus deed precies wat God van hem vroeg. En hij was zo moe dat hij doorsliep in een storm in een boot die op en neer ging. Dus God dienen kost daadwerkelijk energie. Laten we heel eerlijk zijn. Maar we mogen er wel op vertrouwen dat hij ons de energie geeft voor de dingen die hij voor ons bereid heeft. We mogen beseffen dat we zijn maaksel zijn. En dat we de goede werken mogen doen die hij voor ons heeft. Dan mogen we hem ook vertrouwen dat hij ons de genade geeft en daarmee de kracht om dat te doen. Dus opnieuw, het maken van discipelen, dat kost nou eenmaal energie. Ik weet nog dat ik, toen ik in deze kerk kwam, toen was ik 15 en ik wist alles. Ik wist echt alles. Je hoefde me maar een vraag te stellen en ik had een antwoord. Ik zeg niet dat het een goed antwoord was, maar ik was ervan overtuigd dat ik het antwoord had. Ik kan aan Stan en Marnie vragen en nog een aantal anderen. Ik was een geweldige 15-jarige. Stan en Marnie, vooral ook Stan, heeft heel veel tijd gestoken in mij discipelen. Ik denk ook dat hij meer energie erin heeft gestoken dan dat ik me besef. Want man, wat zou ik een energie gekost hebben als een bedweterige 15, 16, 17, 18-jarige die alles wist. Maar toch eigenlijk nog op heel veel dingen gewezen moest worden. Misschien dat jullie iets minder bedweterig zijn dan ik toen was. Maar voor ons allemaal kost een discipelproces kost energie. Het kost energie om te investeren in iemand en het kost ook energie om het te ontvangen. Maar als God ons oproept om discipelen te maken van alle volken, dan is dat een besteding van onze energie die het waard is. Dus we mogen daarvoor kiezen. Maar voor het maken van discipelen kiezen is ook tegen iets anders kiezen. Betekent dat je niet altijd je tijd aan iets anders kan besteden. Je energie niet aan iets anders kan besteden. Bepaalt God waar jij je energie aan besteedt? Of bepaal je dat zelf? Als we in hem willen blijven met alles dat we hebben, dan is dat ook met onze energie en dan mag hij dus ook bepalen waar die energie aan opgaat. Hetzelfde met heilig leven. Het kost energie, het kost moeite en kracht om keuzes te maken die naar Gods wil zijn. Soms moet je letterlijk vechten zo'n beetje tegen jezelf. In de Hebreeënbrief staat, u hebt nog niet tot bloedens toe gestreden tegen de zonde. Oftewel, het kan nog harder dat strijden. Soms moeten we zo hard strijden tegen de zonde. Soms moeten we zo hard of zoveel energie erin stoppen om heilig te leven. Maar we mogen dat dan van hem verwachten. En niet van nog een beker koffie. Hoe lekker koffie ook is. We mogen leren om onze energie heilig te besteden. Hetzelfde als goed doen aan mensen op Gods manier. Oftewel elkaar liefhebben, elkaar dienen. Ook dat kost energie. Dat kost tijd die je moet vrijmaken. Je moet misschien wel een persoon die je lastiger vindt om mee om te gaan. Hoeveel energie kost dat? Maar wat nou als God wil dat jij die persoon dient? Die ene persoon die onbewust het bloed onder je nagels vandaan had. En toch kan het zijn dat God wil dat jij daar de energie aan besteedt die hij jou geeft. Mag God jou leiden om jou buiten je comfortzone te duwen? Want soms duwt hij je gewoon. Om daar je energie te spenderen. In de plaats van binnen alles wat jij alleen maar fijn en gemakkelijk vindt. Christen, blijf in hem, zodat je je energie juist kan besteden. De energie die God jou geeft.
Besteed die zoals Hij het wil. Niet zoals mensen van je verwachten. Niet zoals jij zelf wil. Niet zoals wat dan ook. Besteed het zoals God het wil. Want dat is wat goed is. Dus christen, blijf in Hem met alles dat je hebt. Zoek zijn wil voor wat die goede werken zijn waarin jij mag wandelen. En die goede werken doen betekent dat je andere werken niet doet. Vraag aan God hoe jij tijd, geld en energie mag besteden. Vraag jezelf af waar jij tijd, geld en energie nu aan besteedt, want dat laat jouw hart zien. Jouw christen zijn is gebaseerd op afhankelijkheid, afhankelijkheid van Hem. Dus blijf in Hem, verwacht het van Hem. Verwacht de kracht, de tijd en het geld voor elke dag dat jij nodig hebt. Leer afhankelijk te zijn van Hem voor alles dat jij nodig hebt voor elke dag. En blijf dan in Hem en blijf het van Hem verwachten. Als jij nog niet gelooft, dan is deze God er ook voor jou. De God die jou alles wil geven dat je nodig hebt. En ten eerste wil Hij jouw redding geven. Je mag leren leven naar wat echt goed voor jou is. En dat is geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is wat redding biedt, zegt het woord. Dus geloof dat Jezus de Zoon van God is en je bent gered. Zodat ook jij daarna kan gaan leren leven naar de goede werken die God voor jou bereid heeft. Christen, nogmaals, blijf in Hem met alles dat je hebt. Geef jezelf elke dag over en vraag aan Hem, Heer, waar wilt U dat ik vandaag de tijd, het geld en de energie aan besteed die U mij geeft? Leer mij luisteren naar Uw stem. Maak mij gevoelig voor wat U wil dat ik doe. Niet wat ik wil. Niet wat mijn trotse hart wil. Maar wat U wil. Dus christen, is jouw tijd voor God om in te delen of bepaal jij waar die tijd aan opgaat? Staat jouw geld tot Gods beschikking? Of dient geld alleen jouw doelen? Christen, mag God jouw energie richting geven? Mag Hij leiden waar je het aan besteedt? Of is het jouw wil die regeert als het aankomt op het besteden van tijd, van geld en van energie? Laten we bidden. Heere God, dank U wel dat we in U mogen blijven. Dank U voor dat fantastische voorrecht. Dank U wel dat we in U mogen blijven en mogen weten dat U goed bent. Dank U wel dat U die God bent die ons alles wil geven dat we nodig hebben. Dat U ons tijd, geld en energie wil geven, zoveel als dat nodig is voor de goede werken die U voor ons bereid hebt. Dank U, Heer, dat we daarnaar mogen leren leven. Maar Heere, vergeef ons waar wij dat niet doen. Vergeef ons waar wij zelf tijd, geld en energie willen inzetten. Waar wij zelf willen bepalen waar het aan opgaat. Breng ons terug bij U, Heere. Heere, zelfs als we pijnlijke keuzes moeten maken, help ons om de tijd, het geld en de energie die U geeft op Uw manier te besteden. Heren, als hier mensen zijn of die meeluisteren of dit naluisteren die nog niet geloven, Heren, laat ze zien wie U bent. Laat ze zien dat ook zij in U mogen blijven. En mogen leren leven in complete afhankelijkheid van U. Heren, doe wonderen alstublieft. Raak een ieder aan alstublieft. Niet omdat wij dat verdienen, maar alleen uit genade. In Jezus' naam. Amen. Jesaja 48, 17 zegt, zo zegt de Heere uw Verlosser, de Heilige van Israël, ik ben de Heere uw God die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Ik ben de Heere uw God die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Dat is onze God. Laat Hem jou leren en leiden. In het in Hem blijven met alles dat je hebt. Er zullen zo een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan, terwijl het aanbiddingsteam ons leidt in een aantal liederen. Als jij gebed nodig hebt, want iedereen heeft gebed nodig, maar als jij gebed wil, loop naar een van deze mensen toe. Ga met hem bidden, want jij hebt het nodig om te bidden. Maar
Je hoeft niet te zeggen waarvoor. Je kan ook gewoon vragen, bid alsjeblieft. Maak van de gelegenheid gebruik. Het kan tijdens de hele tijd van aanbidding. En vraag, terwijl je ook de Heere aanbidt. Heere, leer mij wat nuttig is. Leer mij op de weg te gaan die u wil dat ik ga. Tell you right now, it's gonna be all